ander uitzicht dan normaal. En wel een beetje jammer. We hadden het heel graag anders gezien, maar ik ben heel blij dat we iets kunnen doen nu. Dat we lekker weer op het terras kunnen zitten. Ja, maar ja, het is wel een beetje gek dat je gewoon afgezonderd bent van de echte kermis. Maar ja, aan de andere kant fijn dat we er weer op uit kunnen. Dus ja. Ja, het is jammer, maar ja, je moet er nog het beste van maken, toch? Altijd. In Rooi is het altijd gezellig. Ja. Ja, dat is wel een gemis, maar als het, de terrassen op deze manier wel open mogen, ja, dan moet dat maar een opoffering zijn, denk ik. De horeca moet ook iets. Als kermisvierders, maar voor de horeca en de expertanten, ja, zal het wel een avontuur zijn. Waar gaat het brengen? Zorgt het juist, hè, mooi aangekleed, toch voor een leuke sfeer? Of zijn de hekken nou net iets wat ervoor zorgt dat er dadelijk een te grote afstand is en dat de mensen het Rooise gevoel missen? Ik denk zelf het laatste, maar anderzijds moeten we ook niet te veel treuren, want we moeten gewoon heel blij zijn dat dit nou kan.
En dat is melk in de mond. Ik had 20 euro ingedacht.